Zo in deze vervolgvideo rond het programma Shotcut laat ik zien hoe dat je kunt je video bewerken en dan vooral het plaatsen van sporen, videosporen en het gebruik van filters op de videosporen. Dus voor alle duidelijkheid, ja, ik heb hier nu ondertussen heb ik Shotcut al geopend. Ik heb in de vorige video laten zien, dus dat was het eerste deel, hoe dat je kunt je bronmateriaal gaan organiseren en in mapjes met een datum en dergelijke meer. En dan hoe dat je deze hier in de playlist, dus hier van onder playlist, hoe dat je daar je video kunt in plaatsen. En van zodra dan die daarin geïmporteerd zijn eigenlijk, kun je die ook op je tijdlijn plaatsen. Dat is hier van onder de tijdlijn. En op die tijdlijn kun je dan je video gaan bewerken. Nu, dit is een tijdlijn waar ik al een en ander op geplaatst heb, zoals dat je kunt zien. Een keer dat je, dus ik heb ook in de eerste video de key-commando's laten zien om het plaatsen van het toevoegen van die video op je tijdlijn hier van onder. Dus je kan die tijdlijn, hetgeen dat hier groen-geel gemarkeerd is, is je actieve tijdlijn. Knippen en plakken heb ik ook al laten zien. Volgens mij mag aan deze keer dus heel specifiek. Dus als we hier nu bijvoorbeeld die eerste videoclip. Als ik die dubbelklik, dan is die hier actief en kan met de spatiebar kan ik die ook meteen laten afspelen. Je ziet die hier lopen. En je ziet de VU-meter, het geluid ook. Met de spatiebar kan ik die opnieuw stoppen. Hier van onder zou trouwens mijn keys kunnen zien in de video. Als ik nu de A gebruik, dan zal die op spoor 4, nee 3, hier video spoor 3, die video gaan toevoegen, append aan het einde. En dan zie je dat hij hier aan het einde, ja, er stond al allerlei video op, maar dus hier, dat was het einde van spoor 3. En daar is dat nu op het einde toegevoegd. Als ik een extra spoor wil toevoegen, ik heb hier al redelijk wat sporen, maar stel dat ik nu toch nog een spoor nodig heb met comment Y. Dus hier die key-commando, comment Y. Krijg je een nieuw videospoor. Als je een nieuw audiospoor zou willen, maar ik zal een afzonderlijke video maken voor audiospoor, dan zou je comment U gebruiken. En dan krijg je, als het goed is, hier de A1 en A2 zijn audiosporen. Dus daar kun je muziek op plaatsen. Hier had ik denk ik al een stukje muziek. Maar dus nu waren we met de videosporen bezig. Ik zal dit eens, ik zal dit ervan tussen halen terug. En laat mij op dus het nieuwe spoor dat ik gemaakt heb, die een V4. Die clip in het begin. Dus appenden op het einde eigenlijk is het. Ik had ook al laten zien met de is, kan je je video in twee knippen, maar dat is iets wat ik veel gebruik, dus het splitsen is van splitsen. Dus laat ons zeggen, dit is een vrij leeg stukje. Als ik dat stukje dan selecteer, dan zie je dat het hier rood gemarkeerd is, de outline daarvan. Als ik dan X gebruik, dan gaat hij dat stukje ervan tussen knippen en eigenlijk de rest van uw video terug gaan samenvoegen. Dus dat ervan tussen haal. Als ik nu ongedaan maak met comment Z, en dan gebruik ik in plaats van de X de backspace, dus deze, dan gaat hij datzelfde stukje er gaan van tussen knippen, maar hij laat de andere stukken video gewoon staan waar dan die stonden. Het appje dat ik gebruik voor die key-commando's, ik zal hier misschien een andere delay, een klein beetje langer, zodat de commando's iets langer op het scherm blijven staan. Dat is iets gemakkelijker voor deze video. Nu, dus dat is de basisbewerking. Als je die vastpakt en versleept, dan kun je die op de juiste locatie zetten. Je kan die naar een ander spoor verslepen en dergelijke meer. Maar ik denk, als het hem gaat over videosporen, dan was hier een leeg stukje, dan is denk ik vooral het wegknippen, het van tussenknippen en het splitsen van video een van de belangrijkste. Je kunt ook kopiëren met comment C en dan kan je, als ik die hier wil terugplakken met comment 2, kan ik die daar plakken. Ik kan die ook hier tussen plakken. En dan, kijk, dus die, dat is diezelfde comment V. En dan zie je dat hij eigenlijk die video gaat splitsen. En dan dit deel gaat opschuiven. Als je niet wil dat dat deel, als we dit ongedaan maken, dan zet onze cursor hier. Als je niet wil dat dit deel hier tussen komt en alles opschuift, maar dat dat gewoon heel dat stukje overschrijft, dan moet je eigenlijk, en dan moet ik zelf even kijken, ja, dat is deze. Dus de B is een override. Maar als we met de B die video daarin plakken, dan overschrijft dat wat we daar al hadden staan. Terwijl als we met de V deden,
dan wordt dat mooi daartussen geplakt en schuift alles op. Nu, als je zo een stuk, een fragment geselecteerd hebt, dan kun je daar ook bepaalde bewerkingen op gaan toepassen. En dan moeten we in de filters gaan kijken. Dus we hebben properties. Dat zijn de kenmerken van dat stukje video. Dus dan gaat dat, als we het over videogedeelten hebben, is dat die eerste tab hier. Je kan die vertragen. Dus nu is dat, speed is 1 maal, maar als we dit stukje even afspelen, dan zie je dat daar. Maar als ik nu in de properties die snelheid verandert van 1 naar 250, 0,25, dan is dat een vierde van de snelheid. En als we dat dan opnieuw afspelen met spatiebar, dan zie je dat dat vertraagd afspeelt. Dus zo creëer je slow motion effecten eigenlijk. Je kan ook eventueel nog andere specificaties van de video aanpassen. Maar wat je veel zult gebruiken bij videofragmenten zoals deze, zijn de filters. En dan, als ik hier, dus hier selecteer ik de filterstap. En hier heb ik nog altijd dat stukje videofragment geselecteerd. En als je dan hier op de plus klikt, dan krijg je een overzicht van alle filters. Nu, in mijn geval is dit hier geselecteerd. Dat betekent dat ik enkel mijn favoriete filters gebruik. Als ik dit selecteer, krijg ik al mijn beeldfilters. En dit zijn al mijn audiofilters. Nu, wat ik zelf doe, is eigenlijk... We zullen een afzonderlijk video rond audiobewerking voorzien. Dus die audio zal ik nu niet bespreken. Maar hier van dat video gedeelte wat ik zelf gedaan heb, is de meest gebruikte filters. Wat ik gebruik bij lange niet al die filters. Heb ik dat favoriete asterisk tekentje hier aangevinkt. En dan komt dat eigenlijk in die eerste tab terecht. En ik hou enkel die eerste tab actief. Oké, dus als ik nu mijn favorieten alleen toon. Die vignet bijvoorbeeld. Als ik die activeer, dan zie je direct dat hier... een vignet wordt toegepast. Nu, echt schoon kan ik het niet. Ah ja, oké. De verdering moet je wat hoger zetten, anders trek je het op niet veel. En eens dat die filter toegevoegd is, kun je hem activeren en desactiveren met dat vinkje. En dan met de min kun je de filter terug weghalen. Nu, de meest gebruikte filters zijn volgens mij crop. Dus met crop kun je gaan bijsnijden. Bijvoorbeeld als ik van die letterbox bars wil, dan kan ik, ja, er staat nu video achter, waardoor als ik hier even van deze videosporen die oogjes allemaal uitschakel, dan is enkel het bovenste spoor hier, die V4 die ik gemaakt heb, waarmee dat ik nu een aantal dingen aan het tonen ben, nog actief, en dan zie je dus dat ik die zwarte balken krijg, mijn video is bijgesneden. Een andere veelgebruikt effect is LUT, dus toepassen van als we snel even gaan kijken, ik heb hier een paar 35 free LUTs. Als ik hier één selecteer. Kijk, dat zijn zo een soort van presets dat je kan toevoegen op je video, waardoor dat de video een bepaalde bewerking krijgt. Hier heb ik een kleine selectie van gratis LUTs. Als we hier nu bijvoorbeeld... Dit is nog wel een leuke. Dit geeft zo heel coole kleuren. Dus dat is de Fusion 88. Nu, ik zal een link voorzien naar die bestanden ook. Dat zal het makkelijkste zijn. Ik kan eigenlijk wel mijn video en dan die 35, die stond een readme heb ik gezien. Dus op rocketstock.com kun je deze 35 filters gaan downloaden. Info hoe dat je ze kunt gebruiken. En dat is het. Hier staat niet direct info rond welke filter wat doet, maar ik vond het stel op die website... dat je daar wel meer info gaat vinden rond welk filter wat juist doet. Die LUT, wat hebben we nog? Dat zijn allemaal audio dingen, zal ik later bespreken. Tekst toevoegen. Ja, roterend spreekt voor zich. Kun je de video gaan omkeren. Size en position kun je ook... dikwijls als je ze roteert, zou je nog de positie ook moeten aanpassen. Tekst is nog een handige. Dus dan zie je meteen, als ik tekst activeer, komt hier direct de tekst zichtbaar. Nu, moest mijn cursor hier staan... en ik ben deze video aan het bewerken, dan zie je natuurlijk mijn aanpassingen niet. Dus het is wel handig als je een bepaalde video selecteert, dat je de cursor daar ook zet, zodat je bewerkingen kunt zien. Als we nu even gaan kijken, dus op dit moment is dat een timecode, is eigenlijk een variabel die dan door de app wordt, of door Shotcut zelf, tijdens het spelen wordt ingevuld door de tijd van het tijdstip van het afspelen. Dus je ziet dat die 29:22, dat is gewoon je tijd van je videofragment. Als ik dat laat spelen, wijzigt dat heel de tijd. Maar je kan daar ook gewoon tekst gaan plaatsen. Dus bijvoorbeeld deze tekst.
En dan kan je vervolgens, ja, je hebt een bestandsformaat, nee, een lettertype beter. Maar je kan ook bijvoorbeeld de grootte gaan aanpassen. Je kan een outline toevoegen van 10 pixels, eventueel een border. Je kan daar kleurtjes op selecteren. Je kan een positie geven in pixels. Je kan een grootte geven of je kan hem zo gaan positioneren. En dan denk ik eigenlijk dat we de meeste video filters besproken hebben. Ja, natuurlijk, je kan ook nog je video zelf, dus de brightness, het contrast, color grading, white balance. Dus dat gaat hem echt over de belichting en de kwaliteit van de video. Zo, dat was het voor een snel overzichtje van de beeldbewerkingsopties die ik het meeste gebruik in Shotcut. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende.